Yes, vandaag is de start van mijn Walk of Wisdom. Een pelgrimsroute bij Nijmegen. En ik heb mijn auto neergezet bij een klooster hier. En ik ben nu op weg naar het startpunt. Daar ben ik nog een uurtje mee bezig. Kleine half uurtje lopen naar Graven heet het, geloof ik. Daar pak ik de bus naar Nijmegen. En dan nog even lopen naar de Stevenskerk. Vandaag lopen de bekenden mee. En voor de rest zie ik hoe het loopt. Ik heb best wel zware rugzak mee. 11 kilo, inclusief het eten van vandaag. De eerste dagen wil ik namelijk graag kamperen. En heb ik ook mijn kookgerei mee. Mijn brandertje. Mijn slaapzak. Rugzak, of matje. Teentje. En dan wil ik, voordat ik straks bij het klooster ben, heb ik een andere rugzak mee. En ga ik wat lichter bepakken. En wil ik onderweg wel gewoon binnenshuis gaan slapen. Ik heb er super veel zin in. 136 kilometer. Met wat extra kilometertjes, zoals nu. En naar de slaapplekken. En ik ga zien hoe het loopt. Ik heb er echt heel veel zin in. Zo, ik ben nu op 16 kilometer ongeveer. En het is hier heel heuvelachtig. En het zweet staat op mijn voorhoofd. En dat hoort er ook bij. Dat zijn de routeaanwijzingen. Ik heb mijn bril op. Dat heb ik net bij de pannenkoekrestaurant gedaan. Want ik denk, dan hoef ik dat niet in mijn tentje mee te zitten te rommelen. Degene met wie ik liep is nu naar de bus. En ik loop nu dus echt alleen. Dat is wel weer een heel ander gevoel. En ik zat er best wel wat doorheen. Het laatste stuk naar die pannenkoekrestaurant was best wel klimmen. En ik voel mijn heupen. Het is best wel zware tas. En ik heb er nu extra water bij in gedaan. Maar ik ga toch nog even door. Ik heb een slaapplekje gevonden. Hier liggen mijn rugtas. En ik heb net daar een beetje de grond vrijgemaakt. En daar ga ik slapen. Ik ga mijn tentje opzetten. Ik ben heel moe. Tenminste, ik voel mijn heupen en mijn onderrug van de zware klim van de afgelopen tijd. En ik ga lekker. Ik kruip dus gewoon lekker in. Genieten van de geluiden hier, alleen de vogels, de stilte, en ik heb er zin in. Hij staat. Een kwartiertje mee bezig geweest. Het is de eerste keer buiten. Ik heb het thuis wel droog geoefend, maar ik ga erin duiken. Verlicht. Mijn hanglampje
geeft een mooi licht. En ik lig nu ondertussen in mijn bedje. In mijn tentje. En ik heb dit boekje mee, een dwarsliggertje. Weegt niet zoveel, 220 gram geloof ik. En het gaat ook over een vrouw die een route loopt. En ik ga nog even lezen en dan lekker slapen. Doei! Goedemorgen. Nou, ik heb best wat uren in mijn tent gelegen, bijna 12 uur achter elkaar. Ik kon eerst niet zo goed slapen. Vannacht nog een uurtje wakker geweest. Maar voor de rest super lekker. Ik voel me heel fit. En ik heb daar geslapen. En gisteren is een heel eind samengelopen met iemand, een bekende van mij. En vanaf een uur of 6 was ik alleen op pad. Toen heb ik eigenlijk nog maar een uurtje gelopen. En nu de rest van de tijd alleen, een hele andere energie. Maar ik heb dit eerste deel van het pad eerder gelopen. En dus ik herken nog stukken. Onder andere dit bankje, ik wist dat dit kwam. En dan staat wie zijn. En dan op de andere kant wij waar. Wie zijn wij waar? Ik vind het zo'n mooie filosofische spreuk. En die neem ik mee vandaag. Ik ben in Duitsland en we gaan zo het woud hierin, Rijnswald. We zijn vooral door stukken gelopen met waar het maïs weg is gehaald. We lopen nu in het Rijnswald. Heel mooi paadje. Ik ben vandaag om 9 uur gestart met lopen en al heel snel kwam ik iemand tegen, Gino, waar ik mee op ben gelopen eigenlijk tot een punt net bij een cafeetje. Daar hebben we samen even wat gedronken gegeten en hij is nu naar zijn overnachtingsadres. Ik loop nu alleen nog verder omdat het wel lekker gaat. We hebben 19 kilometer gehad vandaag en ik ga kijken hoe ver ik nog kom. En het is hier heel mooi, dat wilde ik even laten zien. Sint-Jansberg ga ik nu oplopen. En het is hier zo lekker stil. Het bankje. Oh, ik was zo blij dat ik die zag. Want ik dacht, ik loop nu ongeveer sinds de vorige stop kilometertje of 5 heb ik gelopen. Gaat heel lekker. Ik zit in een goede cadans.
Maar ik wilde even zitten om wat wandelwol, waar ik tot vorige week nog nooit van gehoord had, even op mijn grote teen te doen. Dus ik ga lekker zitten. Ik ben op de Moka Hei. En ik dacht, de heide is vast vlak, maar ik kom daar vandaan. En dat was nog best een klim. Maar heel mooi uitzicht hier. Op het dal. En ik ga weer verder. Super mooi uitzicht hier, nog steeds op de Moka Hei. Ik kan het alleen niet zo goed zien op de video. En hele grote paddenstoelen. Twee motten van. Heel bijzonder. Nou, dag 2, 8:45. Ik lig in mijn tentje. Heb ik een mooi plekje voor gevonden. En 30 kilometer heb ik erop zitten vandaag. En het ging eigenlijk best heel goed. 19 kilometer met Gino. En toen nog alleen. En ik ga lekker slapen. Morgen op tijd weer op. Want dan wil ik ook... mijn enige plek die ik heb geboekt is het klooster in Velp. En daar wil ik wel graag aankomen. En dat is dan ook nog 30 kilometer. Dus morgen gezond weer op. Goedemorgen op dag 3. Ik heb super lekker geslapen. Ik werd om 6:30 wakker. Even gelegen. Rond 8:00 had ik alles klaar. En ben ik naar een bouwplaats gegaan, want mijn water was op. Om water te vragen. Kon ik lekker op pad. En het is nu 1 uur verder. 9:00. En ik zit hier lekker bij een bankje. Zon begint te komen. Ik heb mijn havermoutje gemaakt op mijn pitje. En ik ga lekker eten. En dan weer lekker op pad. Ik heb er weer zin in vandaag. Ik liep hier langs een postpakketpunt en ik had al een beetje in de planning om eventueel mijn spullen op te laten sturen die ik nu niet meer gebruik. Want ik heb 2 nachten gekampeerd en de rest van de Walk of Wisdom wil ik gewoon overnachten. Ik zat er wel even te twijfelen, maar ik denk ik ga het doen. Ik heb 5,5 kilo naar mezelf opgestuurd. Mijn kampeerspullen, een brandertje en zo. Dus ik loop nu een stuk lichter.
Nou, daar zie je nog het kapelletje. En dat is het kapelletje van halverwege. En dat zou een soort van overwinningsgevoel moeten geven. Maar ik zat er echt helemaal doorheen. Eigenlijk nadat ik die 5,5 kilo uit mijn rugzak heb gehaald, was ik heel de cadans kwijt. En ja, ik had eigenlijk een beetje een gevoel van... het is hier heel druk met allemaal fietsers en zo. En het was eigenlijk een soort inzicht van mij dat ik altijd als een soort startmotor van start ga met hele energieke startenergie, zeg maar. En dat ik dan best wel veel verbruik en dan een soort van, nou, instort is niet het goede woord, maar ineens mijn energie voel lopen. En dat had ik ook. En het is wel een mooi inzicht, want eigenlijk komt dat terug in allerlei dingen in mijn leven. In mijn werk, in de liefde, projecten die ik draai. En dat neem ik wel mooi mee. En ik moet nu nog 12 kilometer en ik moet toch echt door. En dat is wel het nadeel dat je een overnachting hebt geboekt. Je hebt wel ergens aan te komen. Ik heb voor het eten geboekt, dus ik ga nu de laatste 12 kilometer van vandaag lopen. En ik hoop wat meer energie op te doen. Begin van dag 4. Ik ben in het klooster. Een mooie kamer heb ik. En gisteren waren de laatste 10 kilometer heel zwaar. Ik kreeg buikpijn, misselijk. Maar ja, ik moest door. En uiteindelijk ben ik hier gekomen. Even gelegen, gedoucht, geprobeerd te eten. Maar dat wilde echt niet. Dus ik ben heel erg op tijd op bed gegaan. En gelukkig voel ik me nu weer beter. Deze rugtas, die ga ik zo in mijn auto leggen. En die heb ik herpakt en die gaat mee. Vandaag 15 kilometer. Ik ben wat liever voor mezelf. Bankje van Brabants landschap en ik zit hier al even. Het is 1:15. Ik heb heel relaxed 4 kilometer gelopen en ik wilde net even wandelwol weer bij mijn hielen doen. En toen kwam ik erachter dat ik dat nou net in mijn auto heb laten liggen. Want dat deed ik er nog even in voordat ik ging lopen en heb ik er dus laten liggen. Dus ik heb geregeld dat ik straks in Wijchen, waar ik overnacht, bij een pedicure even wandelwol kan kopen, halen. En ik heb ook de overnachting voor de nacht erna geregeld in Dees. En dat geeft wel even een lekker gevoel dat ik gewoon, nou ja, dat maar klaar heb. Dat betekent dat ik die dag erna ongeveer 25 kilometer moet lopen. En die dag daarna dan ook ongeveer zoiets. En dat betekent nu nog 2,5 dag wandelen. En deze dag is heel relaxed. En het is ook een omslag van het weer. Ik heb natuurlijk 3 hele warme dagen gehad. 23 plus graden. En dit is dan wel heel lekker. Want ik denk mijn misselijkheid van gisteren heeft denk ik ook wel iets met zonnesteekachtig te maken gehad. En nu is het gewoon wind. Een lekkere temperatuur. En het blijft volgens mij vandaag nog droog. Het is nu 5:00, nog 2,5 kilometer te gaan tot het adres waar ik de wandelwol haal. En ik heb 15 kilometer ongeveer gedaan. Heel relaxed, veel gezeten. Ik had alle tijd, 2 keer bij een restaurantje geweest. Eigenlijk wel heel goed bevallen deze dag, ook qua temperatuur. Beetje wind, af en toe zon, volgens mij 19 graden of zo. Dus eigenlijk een topdag.
Dag 5. Ik ben in het mooie Wijchen. Ik heb vannacht geslapen bij Connie. Aanrader als je de Walk of Wisdom gaat lopen. Super fijne gesprekken. Ze heeft zelf de Walk of Wisdom gelopen. Super ontbijtje, lunchpakket meegekregen. En ik heb er weer helemaal zin in vandaag. Het was een kleine 2 kilometer naar de route. Daar ben ik nu bijna weer. En ik ga vandaag 23 kilometer van de route lopen. Dus totaal 25. En je hoort het al aan mijn stem. Ik heb er weer zin in. Ik ben van de snelheid. De pas zit er alweer goed in. En volgens mij wordt het een mooie route als ik de kaart goed heb bestudeerd. En dat blijkt het ongeveer 6 uur droog te zijn. En dan hoop ik ook echt te zijn in deze. Nou, ik sta hier in Leur. De eerste 2 kilometer zitten erop. Hier is eigenlijk een ringetjesplaats om aan mijn vogelring te hangen. Alleen ze zijn op. En dat was bij de vorige in deze gemeente ook al zo. Dus dit ringetje mis ik helaas. Die kan ik gelukkig wel op het eindpunt ophalen. Ik hoop dat ik de rest van de ringetjes wel kan verzamelen deze dagen nog. En anders komt het aan het eind goed. Uit. Even nog genieten van de zon, want vanmiddag wordt het bewolkt. En even pauze, 6 kilometer van de route gedaan. Dus nog 17 te gaan ongeveer. En nu even mijn oogjes dicht en lekker genieten van die laatste zonnestralen vandaag. Het is 2:30, ik ben in Bergharen bij deze molen. En dit prachtige kapelletje waar ik net een tijdje heel lekker heb zitten rusten. En deze mooie grote boom. En hoe gaat het nou eigenlijk lichamelijk gezien? Daar heb ik je nog niet veel over verteld. Nou, spierpijn heb ik niet. Daar heb ik eigenlijk nooit zo snel last van. Mijn voeten voel ik zeker weten wel. En vooral net, ik heb een tijdje in dat kapelletje gezeten. Ik stond op en dan ga ik beginnen en iets in mij schreeuwt. Je kan niet meer, je voeten doen zeer, het lukt niet. En dan voel ik me ook heel even een soort van stijf of zo. Dat is niet het goede woord, maar alsof mijn voeten niet willen. Totdat ik gewoon begin te lopen en in de cadans kom. En dan gaat het eigenlijk wel weer. Het enige wat je hebt te doen
is de volgende stap zetten en weer de volgende stap te zetten. En dat is het heerlijke van het wandelen. Je hoeft niks anders dan dat. Af en toe wat eten. En walk, eat, sleep, repeat. Walk, eat, sleep, repeat. Dat is wat Gino zei ook over de Camino. En dat is eigenlijk wat het is. En dat maakt het wandelen zo heerlijk. Dat je even los kan zijn van alles en niks moet. En alleen maar hoeft te ontmoeten. En ik ben wel heel, heel blij met mijn wandelwol. Dat helpt me denk ik echt er doorheen. Er zitten twee kleine blaren op mijn kleine tenen. Beide kleine tenen zit een klein blaartje. En die heb ik dus helemaal ingepakt met wandelwol. Dus op zich is het te doen. Maar ja, ze hebben het ook zwaar. Ze hebben nu 105 kilometer erop zitten. Dus nog 31 te gaan. En vandaag nog 12,5. En ik ga maar weer verder. Ik loop al heel lang op deze dijk, met best wel wat wind en over lichamelijk ongemak gesproken, ik krijg ineens last van mijn rechterbeen. Gelukkig kwam er een bankje en ben ik even rustig gaan zitten. Maar vandaag die 25 kilometer na al die dagen is best toch wel pittig. Tenminste, de laatste loodjes wegen zwaar. Ik moet ongeveer nog een kilometer tot de pizzeria waar ik had gegeten. En dan nog anderhalve kilometer tot mijn bed and breakfast. Dus ik ga maar weer gestaag door. Goedemorgen op dag 6, de laatste dag. Het is heel vroeg, 6:30. Ik zou hier eigenlijk om 8:00 ontbijten en dan weg. Maar iemand liep hier om 4:15 met werkschoenen of wandelschoenen heel hard over de gang. En ik kon niet meer slapen, dus om 6:00 besloot ik om eruit te gaan en mijn ontbijtje te laten schieten. En gewoon lekker op pad te gaan. Het weer lijkt toch redelijk. Het zou eigenlijk gaan regenen. Maar ik ga voor de laatste loodjes. Het is 1,5 kilometer naar de route. En dan nog 18. Het is 6:07. Ik ben nu terug op de route. Ik hoop dat je me verstaat. Het waait heel hard vandaag. Het was wel mooi om het licht te zien worden. En ik heb nog geprobeerd om op een klompenpadroute hierheen te lopen. Maar dat was een en al modder en donker. En toen heb ik toch maar gekozen om de gewone weg te lopen. Hier in de verte zie ik, maar ik weet niet, de Waalbrug. Ik heb er zin in vandaag, de laatste loodjes. Ik heb mezelf voorgenomen om dat in dat hier en nu te zijn, niet meer bezig te gaan met kilometers en tijd en hoe snel ik loop en wanneer ik aankom. Ik ga gewoon lopen, ik heb nog noten en reepjes in mijn rugtas, dus die ga ik straks een keer op een bakje opeten. En ik ga nu richting de Waal. Die ligt daar. En daar ligt de route ook, dus daar ga ik naartoe.
is grappig, want mijn wekker ging net. Ik denk, en nu ben ik al lekker aan het lopen. En ik zie het steeds lichter worden. Hele mooie luchten. En ik zie ganzen overvliegen. Het is rustig. Ik kom verder bijna niemand tegen. Een auto passeerde net. Maar ik ga nu hier klompenpadroute op, zodat ik echt langs de Waal kan struinen. En in de verte, ja, je ziet het niet op video, maar daar is de Waalbrug. Die zie ik steeds dichterbij komen. Dat is ook leuk. Het is zo jammer dat ik het niet kan zien, maar dat paaltje is de Waalbrug. En die zon komt zo mooi op. Ik kan het alleen niet op video krijgen. Maar ik zorg dat het in de video ertussen wordt geplakt. Want ik loop zo te genieten. Ik hoor mezelf de hele tijd zeggen, wauw, oh, te gek, mooi, mooi, mooi. Ik ben echt blij dat ik nog zo'n vroege ochtend meepak en de zonsopgang zie. En het is heel mooi om juist hier te lopen nu bij de Waal. Ik geniet echt met volle teugen. Ik ben de Waalbrug gepasseerd. Mega schaduw heb ik. En ik ben nog steeds aan het genieten. Ik had weer een gelukje. Hier is het dijkmagazijn bij Beuningen, geloof ik. Ik haalde hier mijn ringetje en eigenlijk is het dicht. Maar de deur stond open en er stond dat je naar het toilet kon. Dus ik naar binnen en er was een man. En die vroeg of ik ook thee of koffie wilde. Dus ik heb hier lekker thee gedronken, extra koekjes gehad. En dat was wel welkom, want ik heb wel mijn repen gegeten en mijn noten. Maar ik heb natuurlijk niet ontbeten. En het is 10:30. Ik ga de laatste 10 kilometer in. Het is echt... Een soort mengeling van ik ben er bijna en oh, het is afgelopen.
Ik loop eigenlijk al een tijdje zo met mijn capuchon op tegen de kou, want de wind komt van die kant en het waaide in mijn oor. En want ik loop namelijk de hele tijd over die dijk weer. Ik ben hier uit de Waarden uit. En het spettert af en toe een heel klein beetje. En het is eigenlijk al best lang bewolkt, vanaf een uur of 9. En ik zat ineens te bedenken, als die man mij niet had wakker gemaakt om 4:15 en ik om 6:00 niet had besloten, joh, ik ga er maar uit en ik ga lopen. Dan had ik heel die mooie onbewolkte zonsopgang gemist. Want vanaf een uur of 9 is het bewolkt geworden en had ik anders alleen maar in dit weer gelopen. Wat natuurlijk ook prima is. Dus eigenlijk is die man in de ochtend een cadeautje geweest. En ik heb net even ook, toen ik er doorheen zat, even zo'n half uurtje gedaan. Dat ik alles heb opgenoemd waar ik zo dankbaar voor ben. De mensen om me heen en mijn huis. En mijn hele Walk of Wisdom reis even dag voor dag herhaald. En dat helpt me er dan weer even doorheen. En nu de laatste 9 kilometer. Nou, het is heel duidelijk. De laatste loodjes weegt het zwaarst. Ik moet nog 5 kilometer en mijn rechterbeen, bovenbeen, doet echt pijn. Dus ik loop echt wel langzaam. Been trekt. Oh, ik zit er echt een beetje doorheen. Maar het is aftellen. En dit hoort er ook bij. Nou, ik ga even wat recht zetten, want dit is de Waalbrug. En ik had het vanochtend bij die zonsopgang, daar had het over de Waalbrug. En het was inderdaad een brug over de Waal. Maar dat heette de Texitusbrug of zo bij Ewijk. En ik kreeg net eigenlijk best wel weer energie. De pijn in mijn benen is eruit. En ik heb dit labyrinth nog gelopen. En ik ben er nu echt bijna nog een kilometertje of zo. En het laatste loodje is dus gewoon licht. Lekker. Daar is hij dan, de Stevenskerk. Het begin en tevens het eindpunt van de Walk of Wisdom. Het is toch wel een soort van, het is volbracht. Het heeft me veel gebracht. Het is een lange reis geweest, een lange tocht. En ik zat me vanochtend te bedenken dat het alweer zo lang geleden lijkt dat ik gestart ben. En het is toch ook een soort van jammer dat het is afgelopen. Maar ik zal later nog eventjes mijn inzichten delen. Nou, het komt hier behoorlijk met bakken naar beneden. Het regent. Maak ik dat toch nog even mee. Ik heb mijn kap op mijn rugzak gedaan. Geen regenbroek. Dus die is zeiknat. Maar ik denk, ik ben er bijna. Daar is het klooster. Daar staat mijn auto. Nog 5 minuten. Heb ik toch nog even de regen meegemaakt. En dan weer lekker naar huis. Ik ben nu 24 uur thuis. Na 5,5 dag Walk of Wisdom lopen. En ik had vandaag een weemoedig gevoel. Ik miste echt het lopen. Ineens ben je dan weer thuis. Dat hele ritme, dat cadans, dat mensen ontmoeten, in de natuur zijn. Alleen maar hoeven te stappen, te wandelen en te genieten. Dat is weg. En ik dacht, wat neem ik nou mee?
Nou, mijn intentie was om meer te zijn in het nu, minder afleiding. Ik heb echt een digitale detox gedaan. Ik ben nog steeds niet op Facebook geweest. En eigenlijk de hele Walk of Wisdom niet. En dat bevalt me eigenlijk wel heel goed. Ik merk eigenlijk hoeveel afleiding er is in mijn leven, in deze tijd. En ik wil daar nog bewuster bij stilstaan dan ik eigenlijk al doe. Door nog meer te zijn met aandacht daar waar ik mee bezig ben. Zijn in het hier en nu met aandacht. Dat is eigenlijk wat ik eruit meeneem. En ook dat zich ontvouwt wat nodig is. Dat vertrouwen in het leven. Waar ik ook echt best wel een basis in heb. Want ik ga natuurlijk niet voor niks kamperen in the middle of nowhere. Maar dat het zo mooi is hoe steeds zich ook tijdens deze reis de juiste mensen op het pad komen. Dat je krijgt wat je nodig hebt. En dat neem ik mee, dat blijf ik op vertrouwen. En dat is ook wat, ja, eigenlijk dat de wijsheid al in me zit. En dat ik dat niet om me heen hoef te zoeken. Want dat is alleen de afleiding en de leiding zit in me. De wijsheid zit in me en die zit in de natuur. En daar kan ik alles uithalen wat ik nodig heb. Dat is eigenlijk wat ik eigenlijk al ergens wist, maar wat de Walk of Wisdom weer heeft bevestigd.